Zeg Flora, waar zijn die touwen voor die bungee jump van het SW-gebouw? In mijn fiets. Ah. Ze zijn met mijn fiets gaan lopen. En ze hebben hier gewoon mijn spullen achtergelaten. Ja, al wel Flora. Waar zitten die touwen? Zeg, waarom ligt dat rugzak hier en hun dingen? Ze hebben een fiets gepikt. Hoe, ze hebben nou een fiets gepikt? Ja, ik heb die niet eens... Jongen, dat is zo'n spel. Hoe kun je dat nou pikken? Met de fietsen, hè. Die zijn gewoon... Ze hebben alles eruit gehaald en ze zijn weggefietst. Falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that we're so far from home. Watching from both sides, these towers been tumbling down. I lost my mind here, or I lost my patience with the Lord. Kom op! Maak je stop toch met kakken, hè? Nee, stop man, het is gedaan. Het is gedaan. Het is er vandaag. Altijd zelf, Mark. Altijd. Iedere dag. Elke dag moeten we met z'n hierheen. Waar, hè? Altijd hetzelfde? Hè? We beweren al niks, mannen. We beweren al niks. Oh, nee, dat was nul. Ik betaal dat hier, man. Makke. Nee. Ik ben het beu, man. Dat was geen goeie. Maar ik heb een nieuw idee. Een nieuw idee. Allee. En wat morgen? Nog een nieuw idee? Misschien. Ja. We zitten vol met ideeën. Het leven draait rond die ideeën. Dus, nou, wat we nu gaan doen, ze gaan alle studenten betrekken. Iedereen in Leuven. We gaan straks wat de student zelf wil vragen. Maar zullen nee, hè. Niet alle studenten. Hè. We moeten alle studenten sociale wetenschappen. Die moeten we bereiken. Hè. Zo de Johan Museum van de studenten. Nee, Akke, nee. Johan Museum niet. Durkheim en Max Weber. Voilà. Hallo allemaal en welkom bij sociaal-wetenschappelijke gastvrijheid. Inderdaad, wij gaan ontdekken wie de sociale wetenschappers zijn. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Wat willen ze? Sorry, ze makken, maar dan ben ik nu toch een beetje te veel jambers. Ah, allee, wij... onderzeilen, denk ik. Ja. Zo, hè? Ah, ja. Dat zijn wij niet echt, hè. Daar staan wij niet voor. Ah, oké. Okay. Hallo allemaal en welkom bij sociaal-wetenschappelijke gastvrijheid. Inderdaad, wij willen ontdekken wie de studenten zijn, de studenten sociale wetenschappers. En wij willen met hen allemaal bevriend geraken, want wij staan voor de studenten. Wij zijn geen elitaire groepje, wij staan voor jullie sociale wetenschappers. Ja. Zeg mannen, dat is een echte pick-up truck, hè. Oh. Hallo, mag ik een keer eens vragen? Nee. Ja, dan mag ik het niet, hè. Ja, ik had hier juist een student vast met mijn camera niet op tijd hebben opzetten, maar hij heeft hier iets achtergelaten, dat viel uit zijn zak, hè. Ik heb dat gezien, hè. Hier, hè. Drugsgebruik op de campus, daar moeten we iets rond doen. Wat voor drugs gebruiken de studenten van de sociale wetenschappen? Dat is... Ik heb hier nog een student sociale wetenschappen gevonden. Goedenavond, middag. Ja, kiesweek, waar denk je aan? Goh, veel dingen gratis, zeg eens. Ja, en zo niks cultureel hoogstaand? Cultuur? Dat is toch alleen maar drinken? Ja, oké, toch bedankt. Ik heb hier nog een student sociale wetenschappen gevonden. Of toch iets dat erop trekt. En we gaan eens een paar vragen stellen, hè, wat hij belangrijk vindt in het studentenleven. Makker, wat vind jij nu echt, wat je gedaan moet hebben in je studentenleven? Ja, die zegt precies niet veel, die is precies nog een bekend aan het uitrusten van een zware kater, hè. Ja, of dat is niet serieus genoeg zeker, voor de makker. Nee. Ah ja, die is duidelijk nog aan het uitrusten van een zware lesweek vol met culturele gelegenheden, zoals opera. Ik heb er dus nog twee studenten gevonden van onze faculteit. Ik ga jullie even een vraag stellen. Zou ik jullie even iets mogen vragen? Huh? What? Een vraag stellen. What? English?
Ja. Oh, oké. You know, Kieswijk, is het week of week? Ah, Kieswijk is next week. Is, you know what is meaning? No. Allee, dat komt je naar Vlaanderen en dat kan nog geen Engels. Ja, dus ik sta hier bij twee dames, twee sociale wetenschappers. En ik ga even vragen wat zij van de Kiesweek denken. Dames, Kiesweek, waaraan denken jullie dan? Van alles gratis en veel profiteren en zo, ja. Veel profiteren, maar alleen zo niet... Godzijdank. Wij zijn kiesploeg, hè? Ja, makken. Ja. Maar had je zo'n vriend of wat, hè? Jaren, wij zijn hier bezig met interviews, dus... Waar is die bezig, hè, met uw kiesploeg? Ik heb tenminste mijn eigen kiesploeg. Wij zijn de bende van Eustachius. Want wij hebben tenminste gehoord aan iedereen. Aan iedereen, makker. Ah, wel, dat is heel goed, hè. Leuven, hè, is groot genoeg. Wat? Dit gaat Leuven alleen voor u, of wat? Nee, Leuven is je dan niet alleen voor u. Nee, goedendag. Wij zijn aan het zoeken wat de student sociale wetenschappen zo echt belangrijk vindt. Zo, wat hij echt wilt eigenlijk. Ja, ik vind het wel graag een streetwerker en wat kerst. Ah ja, ja, ik kan ook. Oh, wij gaan goede vrienden worden. Hè. Allee, merci voor het interview, hè. En tot de volgende keer. Hè. Ja, dag. Hè. Wat zit jij hier aan het doen? Ben ik een student aan het interen? Een student aan het doen? Een boom. Dat is geen boom. Zeg, racist. Ja, dus ik heb hier twee nieuwe studenten sociale wetenschappen gevonden en even vragen wat zij van een kiesweek vinden. Kiesweek, waaraan denken jullie dan? Gratis eten en gratis drinken eigenlijk. Ja, veel zuipen, hè, vooral. Ja, zo niks cultureels zo, hè, zo dat. Nee, weet je zelfs niet over hoe dat gaat, als je gaat drinken. Van mensen die u naaien. Huh? Wat? Van vrienden die u naaien. Ja, kom, Jere, kom. Ja, ja. Weet je het voor u of wat? Ja, Jere. Wat? Oké, mannen, wat hebben jullie allemaal gevonden? Ja, toch wat interessante dingen. Zo de gastronomie kwam net naar boven, dat is toch belangrijk? Zoiets eten en zoiets drinken, ja. Dat kan naar boven. En ook, plus, de student, zie dat hij wil dus graag een feestje, hè. Dus dat kunnen we ook doen. Dat zijn allemaal ideeën, daar kunnen we mee werken, maken. Feesten, dat is drinken, toekomstgericht, hè. Dat is toekomstgericht. Vooruitdenken. Ja, en natuurlijk, de mensen studeren ook, maar... Alleen maar studeren is maar studeren, hè, maken. Dat is waar, hè. En cultuur, hè? Ja, cultuur. Wat is cultuur? Hè? Naar de voetbal gaan, dat is ook cultuur. Hè? Zeg, wanneer gaan we naar de voetbal in OHL? Het is gedaan. De bierboys. Maar nee. Dat is toch niet we hebben veel, ze. We hebben echt... Ik denk dat komt goed. Ik wou dat, hè. Dat, hè. Dat wou ik. Ja. En weet je waar we zitten? Daar. Nog dieper dan die steen. Dat denk we ik hebben niet, niks. Die steen zit niet zo diep. Nee. We hebben niks, zakken. We hebben niks. We hebben niks. We zijn geflopt. Dat kunnen. Maar dat is een groot woord. De studenten... Het geld is op. Het is gemakkelijk. De studenten willen drinken en eten. Zopen en fritten. Dat zopen en fritten? Ah, wel, Akke? Dan gaan wij zopen en wel, fritten. Ja, dat we zijn weg.
This is CNN Breaking News. There is, quote, legal certainty that the three college students that went missing were murdered. Yeah. De zelfvermiste personen moet wel vaker zoeken naar jonge mensen die spoorloos zijn na een avondje uit. It is a case that shocked a nation already hardened the disappearance of three students. Het is een vrij grote zoekactie. Momenteel doen er ongeveer een honderdtal agenten het werk van de sweeping. You know, I think they are right to expect that all of us, as Americans, are going to take this with the seriousness it deserves and that we're going to get to the bottom of exactly what happened. Alles is voorgoed gedaan.